wilde vandaag een zomerse make-up look opnemen. Goed, ik begin met de oogschaduwbasis van Catrice. En dit gewoon omdat de oogschaduw er dan langer op blijft zitten en niet gaat vervagen. En dat je hem gewoon ook duidelijk blijft zien. En ik ga verder met een gewone oogschaduwkwast van de Kruidvat in John Lemon, een lichtgele kleur van Catrice. En de naam is John Lemon. En deze breng ik gewoon aan om een bewegend ooglid. Dan ga ik verder met een crease kwast van Elf in een licht goudbruine kleur. En die breng ik aan in mijn crease. Voor het schaduweffect. En dan ga ik weer verder met de John Lemon oogschaduw. Want dan is mijn gele kleur een beetje weggezakt, zeg maar. Door de bruine oogschaduw eroverheen. En daarom laat ik hem nu nog even extra spreken. Dan ga ik verder met een highlighter van Idol. En deze breng ik aan op het bewegend ooglid met een wat harder. Of op het wenkbrauwbod. Met een wat hardere kwast van Essence. En in het binnenste ooghoekje. En die trek ik door. Onder gewoon de wimperrand, zeg maar. En dit oogschaduwkwastje van Essence is gewoon echt heel goed daarvoor. Nu ga ik verder met de mascara van L'Oréal Paris. En dit is 4D Lash Effect. Nou, gewoon een hele lange naam. En ook bij het andere oog. Maar hij is gewoon van L'Oréal Paris en hij werkt prima. Ik vind hem wel heel erg mooi. Maar hij wil af en toe nog mijn wimpers hard maken, wat ik zelf niet echt fijn vind. Maar dan toch ook weer wel, want als ik mijn wimpers met mascara aanbreng en mijn wimpers blijven zacht, heb ik het gevoel dat die heel snel uitloopt. En volgens mij is dat ook wel zo. Nou, heel erg leuk. Urenlang naar mascara zitten kijken. Dan ga ik met een oogpotloodje, een goudbruine, lichtbruine oogpotloodje met chunky glitters erin als eyeliner. Gewoon over mijn gewoon over de eyelinerlijn, zeg maar. Dan ga ik met deze Essence Blush van Vintage. Nog iets. En het is een heel mooie, goud peachy kleur. Maar hij heeft heel erg veel pigment, zoals je ziet. En daarom vaag ik het straks nog even wat uit met mijn vingers. Met mijn hand gewoon. En die breng ik aan op de appeltjes van mijn wangen. En een heel klein beetje naar boven werken. En als je het wil vervagen, dan moet je er gewoon wat op deppen en zo. Met wat vegen erbij. Dan ga ik door met mijn lippen. En hier breng ik aan een lip en cheek color. En deze, dit is gewoon een heel donker felroze kleur. Maar ik raad hem meer aan voor je lippen dan voor je wangen. Want voor je wangen denk ik dat hij net wat te fel is. En dat breng ik gewoon aan. Omdat je je ogen natuurlijk wat rustiger hebt gehouden, kan je je lippen lekker knallend doen. En dit breng ik trouwens aan met een lipkwastje van Catrice. Van Limited Edition, de Neo Geisha, geloof ik. En dit is hem dan. En dit is gewoon eigenlijk buiten de lippen om een everyday look. Gewoon wat je naar school aan kan doen, denk ik. Maar dit is het dan. En de lipkleur is dus heel erg opvallend. Dat vind ik altijd wel leuk. Mijn lippen mogen altijd opvallend zijn. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze look te zien en dat jullie inspiratie hebben gekregen. Tot de volgende video. Doei!